hartelijk welkom in dit inderdaad prachtige, mooie huis van de provincie. Ik sta hier met een kleine aarzeling en ik heb afgesproken daar zelf meteen iets over te zeggen. Want ik sta hier niet alleen als gedeputeerde van het zittend college met heel veel plezier toerisme en recreatie in de portefeuille. Maar ik mag zo meteen ook achter dit rijtje namens de Partij van Arbeid wat vertellen. Termunten. Dan gaat Termunten straks de poort zijn van het Oldambt. En dat geeft daar ook onmiddellijk heel veel groeipotentie voor economische ondernemerschap. Een ander pijler waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest, is het Lauwersmeergebied. Een icoon langs de Waddenkust. Heeft het college op aangeven van de staten ruimhartig geld voor beschikbaar gesteld. Maar ondernemers weten elkaar daar te vinden in een netwerk. Die weten elkaar ook iets te gunnen. En die weten toeristen ook te verleiden zo nu en dan wat meer geld uit te geven. Ik ben 30 jaar jong en daarmee werkzaam als jong toeristisch ondernemer in de regio Westerwolde. We gaan een vragenlijst met jullie doornemen. Dat doen we online. Dat kunnen jullie doen door in te loggen. Dat u bij een inlogscherm komt en daar mag u als user ID. Er zijn 3 mensen in slaap gevallen inmiddels. Er wordt maar gekletst, maar er wordt niet gedaan. En ondernemers, dat zijn doeners. En die zien de overheid die gewoon niet doet, maar alleen maar de boel op de lange baan schuiven. Dat is gewoon heel triest. Iedereen zegt aardbeien negatief. Nou, wij zijn met het bedrijf begonnen in Loppersum. Hebben we overgenomen. En toen zei iemand tegen mij, Albert, wat doe je nou? Ga je Loppersum een bedrijf overnemen? Nederland onderhandelt heel veel mensen die denken dat hier een soort van maandlandschap is waar je met een valhelm op rond moet lopen. Dat is natuurlijk klinklare nonsens. Juist die budgetten moet je dan gebruiken op de gebieden die er wel zijn, om die te versterken en die wel te promoten. Dan krijg je dat negatieve imago ook weg, krijg je ook weg van dat beeld van alleen die aardbeving. Luisteren naar ondernemers vind ik heel belangrijk, want de politiek en met name de linkse politiek gaat vaak graag op de stoel van de ondernemer zitten. Voor de mensen die echt schade hebben, maar ook voor alle mensen en ondernemers die kansen zien. En zoals de meneer Trapel zegt, van, laten we daar ook naar luisteren. Dat bepleit ik van harte. De grote overdekt zwembad geopend. Uiteraard de eerste vraag, is het toegankelijk voor buurtbewoners? De Partij van de Arbeid is er echt voor om gemeenten in positie te houden om eigen beslissingen voor eigen gebied te maken. Met het zwembad bij u in het hotel, waar heel veel burgers gebruik van maken. Hij zegt ja, dat is iedere keer weer proberen om daar weer geld voor te krijgen. Ik vind als er projecten zijn en ook voorzieningen waar heel veel draagvlak voor is, waar duidelijk een behoefte vanuit de bevolking is, dan moet je daar als provincie kun je beter daarin investeren dan in allerlei projecten wat gewoon afhankelijk is van de dogma's die dan gelden van dit is goed voor de mensen en dit gaan we dus doen. Dat kunnen de mensen.